get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get ja, daar zijn we dan, in Helmond, in het kasteel van Sinterklaas. Nou ja, ik kom zelf uit Portugal, daar hebben we de kerstman, maar hier hebben jullie een heel andere versie. Sinterklaas, 5 december. We gaan Thai Thai klaarmaken. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik krijg hulp van een stel Zwarte Pieten hier uit Helmond. Ja, helemaal te gek. Helemaal top, helemaal top. We hebben een vorm nodig. Of uit vrije hand of een echte vorm. We hebben een bloem nodig. Wij hebben bakkersgist nodig. Kaneel. Nootmuskaat. Anijs. Stroop. Honing en mijn eigen schwoen, mijn eigen handtekening. Muziek. Au travail, au trabajo. Zeefje heb ik nodig, dames. Ja, daar een zeefje. Bakkerspiek, doe jij het bloemzeven. Met deze grote joekel. Jezus, kijk eens wat een ding. Helemaal top, excuseer me. Een beetje kaneel. Kruidnagel. Nootmuskaat. Ze zeggen dat als je hier heel veel van eet, dat je echt overal Zwarte Pieten ziet lopen. Anijs. Als ik hier aan ruik, denk ik aan pasties. Lekker, jongen. Ik weet niet, het moet eigenlijk poeder zijn, dus we proberen gewoon zo, zo. En heel hard zo. Werkt altijd. Hup, tjak. Zo. Bakkerspiet, je mag even erin roeren. Zo. De honing. Die basilicum die steekt. Nou, dames, ze zijn zo gevoelig, hè? 6 met 5 Ja, hè? Hey, doe je, hè? 200 gram honing. Pak een beet. Een heel ander geurtje dan waar wij gewend zijn. Ja, dat is wat anders, hè? Een beetje gekkigheid in die Hollandse keukenschoppen. Hartstikke idee. Nou, we hebben nou iets wat op een deeg lijkt. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Ik vind die groene stippeltjes erin, die vind ik wel interessant. Het is de basilicum. Dat is in ieder geval een beetje mijn cup of tea. Er liggen hier allemaal letters in de bakkerij. En ik heb iets heel grappigs gevonden. Want ik heb heel toevallig een I gevonden. Ik heb heel toevallig een corazon gevonden. En ik heb een P en ik heb een S en ik heb een V gevonden. Dus ja, ik denk, ik zou zeggen, we zitten wel in Helmond. Maar ik zou zeggen, I love PSV. Ja, dat gaat hartstikke goed. Nou, nog hopen dat ze smaken. Param. Nou, dat hoop ik ook. En dat je gebit er niet in blijft hangen. De oven is op temperatuur, 160 graden. Hartstikke idee. Dan ben ik echt wel benieuwd of dit niet gaat aanfikken. Kijk, helemaal toppie de poppie. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money. Ja, chique idee. Als ik nu nog een skybox krijg in het staan, dan weet ik het ook niet meer. Yo quiero PSV. Ik ben heel benieuwd. Hij ruikt wel goed. Oh, die honing. En de basilicum. Nou. Ik vind het zo slecht nog niet, hoor. Nee, de buitenkant is crunchy. Je ruikt echt de honing. En de basilicum, helemaal zo erachteraan. Je kunt ook... I love Helmond Sport kun je er ook van maken. Je kunt zo gek niet verzinnen. Je kunt ook gewoon een Sinterklaas Thai Thai pop maken. Of gewoon een lekker hartje voor je liefje. Doei. Doei.